In deze video ga ik 5 tools met je delen die ervoor gaat zorgen dat jij beter gaat slapen. En dan heb ik het over beter slapen, dus niet meer slapen. Ik verkies kwaliteit boven kwantiteit. Ik zie dat in slaap veel gefocust wordt op het maken van die 8 uur per nacht of misschien 7 uur per nacht. En nog hoor ik heel vaak dat mensen zeggen, joh, ik heb 7 uur of 8 uur per nacht geslapen en nog ben ik heel erg moe. Dus in deze video ga ik je meenemen in hoe jij de kwaliteit van je slaap kan verbeteren. Mijn naam is Isabel, ik ben voormalig topsporter en psycholoog en ik leer jou hoe je gaat stoppen met uitstellen en met een topsportmentaliteit in actie komt. Het leven is namelijk net zoals topsport en het gaat erom dat jij niet alleen maar hard traint, maar ook goed herstelt. Het leven is net zoals topsport en in de topsport wil jij gaan verbeteren. En daar wordt vaak het SRA-model gebruikt. Het SRA-model staat voor stimulus, respons en adaptatie. Dus bij de stimulus ga jij iets kapot maken, ga je trainen. Dus bijvoorbeeld, jij wil grotere biceps hebben, dan ga je naar de sportschool en dan ga jij oefeningen doen om je biceps een beetje kapot te maken. Dus je gaat bicep curls doen. En dan doe je misschien 3 sets met 10 herhalingen met in mijn geval 10 kilo per arm. En als ik dat heb gedaan in de sportschool, dan ga ik naar huis. Dan ga ik eten, dan ga ik rusten en dan geef ik mijn spieren de tijd om eerst te herstellen, dus te komen op hetzelfde niveau, en vervolgens te groeien om sterker te worden, zodat als ik nog een keer ga trainen, dat ik het beter aan kan. En in de volgende training zorg ik dan dat ik of meer herhalingen doe, of meer setjes doe, of meer kilo pak. En zo, als topsporter, word je steeds sterker en sterker. Sneller en sneller en beter en beter. Maar in het dagelijkse leven willen we wel heel graag trainen, maar het rusten slaan we over. En daarmee herstellen we niet genoeg en komen we niet op hetzelfde niveau. Of we groeien niet. Dus ik zie vaak dat mensen blijven hangen op hetzelfde niveau of erger, ze gaan achteruit. En een van de belangrijkste momenten waarop je dus tot rust komt, is tijdens je slaap. En die cruciale 8 uur, die zorgen ervoor dat jij overdag optimaal kan functioneren. En in deze video ga ik dus 5 tools met je delen die ervoor zorgen dat jij efficiënter gaat slapen. De eerste tool is een Somnox-robot. Veel mensen die kennen deze tool niet. Zeker omdat die pas net op de markt is. En omdat die wordt aangeraden voor mensen die echt slaapproblemen hebben. Aan de andere kant hoef je ook niet ziek te zijn om beter te worden. En heb ik de robot juist besteld om mijn slaap van een 9 naar een 10 te brengen. En wat deze robot doet, is dat hij de ademfrequentie simuleert, zodat jij die gaat overnemen. Dus die robot die beweegt in een bepaald ritme en jouw adem is geneigd om dat te gaan matchen. Veel mensen die ademen te veel, te vaak en te oppervlakkig. En als je meer ademt, dan komt je lichaam in een bepaalde stressreactie en is het onmogelijk om volledig tot rust te komen en om in die diepe slaap te komen. Dus door te slapen met die robot ga je rustiger ademen en kom je in die diepe slaap, waardoor je beter herstelt. Nummer 2 is de Aura ring. Dit is een ring en die draag je dus om je vinger, waardoor die je hartslag meet. En aan de hand daarvan kan die heel veel data aan je geven. Zowel van de dingen die je overdag doet, maar ook van hoe je slaap is. Kijk, je kan wel allerlei dingen gaan veranderen aan je slaap, maar als je niet weet wat het doet, weet je ook niet wat voor effect het heeft. En een van de manieren om het te meten is natuurlijk 's ochtends wakker worden en jezelf afvragen hoe voel ik me. Maar ook om te kijken naar bijvoorbeeld een Aura-ring die je data geeft en jou exact kan vertellen hoe vaak je wakker bent geworden op een nacht. Of hoe diep je hebt geslapen. Of hoe lang het duurde voordat je überhaupt in slaap komt. Je hebt misschien wel 8 uur in bed gelegen, maar soms zegt mijn ring, joh, je hebt daar maar 6 uur van geslapen. En als je dan ook bepaalde aanpassingen gaat maken, kan je precies zien wat dat doet met je slaap. Misschien heeft het helemaal geen effect. Misschien heeft het superveel effect of een beetje. Dus het is belangrijk om die data te verzamelen. En dat doe ik met de Aura ring. Je hebt verschillende mogelijkheden. Je hebt ook Garmin horloges. Maar in mijn optiek, doordat het je hartslag bij je vinger meet, is dat de meest accurate data. De derde techniek, en dat is in mijn optiek echt een ondergesneeuwd pareltje, is inclined slapen. Dus bij inclined slapen ligt je hoofd hoger dan je voeten. En je gebruikt niet een kussen, want dan zit je alsnog in een bepaalde hoek. Nee, je zet het bed echt op poten aan één kant. En je zorgt dat je in een hoek van ongeveer 5 graden slaapt. En dat betekent dat je je bed met zo'n 18 centimeter moet verhogen aan één kant. Ik ben begonnen om mijn bed dus op boeken te zetten, om te ervaren hoe het is. En toen dat beviel, ben ik er pootjes onder gaan zetten. Maar je hebt ook speciale matrassen, die kan je bijvoorbeeld op Amazon bestellen. Nou, waarom raad ik aan om inclined te slapen? Eigenlijk is het heel gek als je erover nadenkt om helemaal plat te slapen.
Vroeger sliepen mensen helemaal rechtop. Dat was meer vanuit geloofsovertuigingen, omdat ze bang waren dat anders hun mond open zou vallen en de duivel naar binnen zou komen. Plat slapen. Het ligt misschien comfortabel of het lijkt comfortabel te liggen, maar een heleboel systemen werken daardoor suboptimaal. Je wil namelijk dat de zwaartekracht meehelpt voor je lichaam. En op het moment dat je in een hoek ligt, dan is je zwaartepunt van je lijf is lager. Daarnaast stroomt er meer bloed naar je lichaam in plaats van naar je hersenen, waardoor je lichaam beter kan herstellen. Je bent ook eerder geneigd om door je neus te gaan ademen in plaats van door je mond op het moment dat jij incline slaapt, wat dus de meest optimale manier is van ademhalen. En tot slot zal je eerder op je zij gaan liggen in plaats van op je rug, wat dus een meer optimale slaappositie is. Er zijn heel veel redenen om incline te slapen en ga dus voor jezelf ervaren welke hoek voor jou het beste werkt. Misschien werkt voor jou een hoek van 4 graden beter of juist van 6 graden. Mensen denken ook wel eens, ga ik dan uit bed vallen? Het is mij nog nooit gebeurd, mijn klanten ook niet, dus wees daar niet bang voor. De vierde methode, strategie of tool die ik gebruik is tape. Ik gebruik tape om mijn mond af te plakken. En ik vond dat eerst heel eng om te gaan doen. Ik dacht, ja, strakjes ga ik stikken 's nachts. Ik had 1001 redenen om het niet te doen. En uiteindelijk dacht ik, ja, wat heb ik te verliezen? Vertrouw ik mijn lichaam erop dat als ik geen adem meer krijg, dat ik dat tape eraf ga halen? Nou, ik kan je vertellen, soms word ik ook wakker zonder tape. Dan heb ik hem denk ik uit frustratie van mijn mond gehaald 's nachts. Maar ik gebruik dus tape om mijn mond af te plakken. Een van de belangrijkste tools is je ademhaling om diep te kunnen slapen. En die ademhaling wil je optimaal kunnen beïnvloeden. Deels dus door die robot. Maar je wil ook dat je ademt door je neus in plaats van door je mond. Het is een meer optimale manier van ademhalen. Omdat de temperatuur van de lucht meer wordt opgewarmd. Meer op lichaamstemperatuur komt. En je filtert meer bacteriën uit de lucht en andere rotzooi die erin zit. En je neus zit te haren. En die filtert dat, wat bij je mond dus niet zo is. En tot slot adem je rustiger door je neus. Omdat de doorgang kleiner is ten opzichte van je mond. Je mond is echt een noodademhaling en wil je zo min mogelijk gebruiken. Ik ken ook sporters, waaronder ik, die wel eens bij trainen hun mond afplakken. Dat is wel next level. Maar begin eens bij je slaap. Of als je dat oncomfortabel vindt, begin het eens om in de avond te doen. Dat je het een uurtje doet en voor het slapen eraf haalt, dat je wel kan ervaren hoe het is. Het is een beetje een claustrofobisch effect, omdat je niet kan ademen zoals je eigenlijk zou willen. Maar als je er eenmaal aan gewend bent, is het echt een heel groot verschil met een minimale aanpassing. De vijfde tool die ik gebruik is de spijkermat. Dat is een mat met maar liefst 8000 plastic pinnen erin. En daar ga ik op liggen. 2 minuten voordat ik ga slapen. Maar ook 2 minuten nadat ik wakker ben geworden. En die zorgt ervoor dat ik contact maak met mijn lichaam. Dus dat ik uit mijn hoofd kom en in mijn lijf. En we denken vaak dat ons brein een schakelaar is. Dus 's avonds gaan we naar boven en we hebben de tv net uitgezet en we willen direct gaan slapen. Maar jouw brein zegt dan, oh nee, ik moet nog de hele dag verwerken en ik wil nog over van alles en nog wat gaan nadenken, mijmeren, piekeren, noem het maar op. En bepaalde tools die ik in deze video heb gedeeld, helpen jou om uit je hoofd en in je lijf te komen. Waardoor op het moment dat je hoofd het kussen gaat raken om te gaan slapen, je makkelijker die gedachten kan loslaten en snel in die diepe slaap komt. Nou, er zijn nog veel meer tools en technieken die ik gebruik en ook mijn klanten aanraad om te gebruiken om meer diepe slaap te krijgen. Mocht je dat interessant vinden of mocht je überhaupt meer willen weten over waar je naartoe zou kunnen op het gebied van je mindset en energie, waar je nu staat en tegenaan loopt en wat voor jou goede stappen zouden zijn, je kan via de link in de bio een intake inplannen. Dan kunnen we daar samen naar kijken en deel ik ook wat tips met je. Of laat in de comments weten wat voor jou een verschil heeft gemaakt om meer diepe slaap te krijgen. En ik zie je weer bij een volgende video.